naar Scheveningen. Want ik heb zin in leuke
door. Ik heb zo'n afstand. Ja, ik heb.
dan? We gaan af. Waar is dat dan niet? Mooi, mooi. Oh, jou, ja. Als jij van iemand een belang zal hebben. Kun iemand dat ding laten inzetten? Ja. Nathan, allereerst gefeliciteerd met de overwinning.
zwaar bevochten, mag ik wel zeggen. Zeker. We hebben heel erg voor elkaar ook gewerkt. We hebben al besproken dat we deze drie punten moeten hebben. Hoe dan ook. Het spel hoeft niet mooi. Maar we moeten drie punten wel halen. En dat hebben we gedaan. Hoe ging je de wedstrijd in het systeem? Ja, ik ging persoonlijk zeg maar echt rust. Gewoon vertrouwen op de medespelers, zeg maar. En ja, en het gewoon beleven, zeg maar. Ja, maar ik bedoel ook het team, hè? De opdracht. Nee, maar we hebben met 4-3 begonnen. Toch wel? Ja, 4-3 begonnen. En dat heeft wel, we hebben een tactiek erover gekozen om Bart zeg maar links buiten te zetten. Zodat hij zeg maar met die links-rechtsback mee kan lopen. En dan ging goed, dus hij kwam weinig op. Dus, ja, Bart die stond aan de andere kant. Eerst zelf deed hij dat niet onverdienstelijk, vonden. Ja, voor mij heeft hij wel goed gepresteerd. Ja, zeker weten. Maar goed, er waren over en weer toch wel hachelijke momenten voor die goal. En even voor de rust ook nog. Ja, maar ik denk dat komt omdat wij die tegendoepen niet willen krijgen, zeg maar. En dan ga je automatisch zeg maar, helemaal in verdediging zakken. Ja, dat moeten we niet doen. Maar trainer zei ook tegen ons altijd, we moeten zeg maar, vooruit verdedigen. Maar ja, het is toch iets wat automatisch in jou komt om naar achteruit te gaan. Nou, vandaag heb je niet zoveel op de grond gelegen, een paar keer. Maar dan had je alles erin gegooid, hè? Heel je energie, alles is erin gegooid. Ja, zeker weten. Net wat ik net zei, ik heb gisteren heel veel water gedronken. En vanochtend ook heel veel water om het overleven, zeg maar. Want het is heet, het is warm, dus dan moet je echt vocht... Je moet echt water hebben zeg maar, in je lichaam om het overleven, anders was het niet... Het was toch opvallend dat er helemaal geen drinkpauze ingelast werd? Nee, inderdaad, dat dacht ik ook, dat zou drinkpauze zou hebben, maar... Nee, maar we waren wel goed voorbereid. Nou, beschrijf dan nog maar even het doelpunt, het allerbelangrijkste van deze wedstrijd, denk ik. Ja, volgens mij is het... Jordi die geeft voor en Patch die komt tegen de laat aan, maar die ging toch erin, dus ja. Lekker, heerlijk was dat. Pat die zat al een keertje ook dichtbij, hè? Naast gekopt. Ja, hij raakte niet volledig, hij raakte hem echt schaft gewoon met zijn hoofd. Maar ja, de tweede heeft hij wel goed geraakt, dus... En dan komen die laatste minuten en dat hebben we al een paar keer meegemaakt, dat dan toch nog misgaat. Ja. Maar dit keer kwamen nog een paar keer in aanval zelfs. Ja, inderdaad. Maar ze kwamen ook een keer ze kop het naast. Gelukkig. Maar ja, we kwamen ook vaak inderdaad wel in aanval, zeg maar. Door Tristan en Yannick en ook. Dus het ging goed. Gelukkig. Hele kostbare drie punten vandaag. Zeker weten. Dat moesten we hebben. Nogmaals gefeliciteerd, Nathan. Ja, dankjewel. En op naar de volgende wedstrijd. Ja, gaan we weer zelf... Trekken de lijn door. Zeker weten. Dat gaan we zeker doen. Dankjewel, hè. Maar uiteindelijk hebben we toch besloten, in overleg, de man of the match van vandaag is Nathan. Hey! Van harte gefeliciteerd met deze overwinning. Ja, je stond echt als rechtsback een perfecte wedstrijd gespeeld. Heel veel intercepties. Hoe voel je zelf de wedstrijd verder? Ja, dat ik voor het eerst heb. Ik heb vanaf het eerste volgens mij 10 liter water genomen, want ik heb gezien dat ik vandaag echt warm zal worden. Ja. Dus ik heb hier eens even voor. Maar je krijgt in ieder geval een heerlijk eten van mijn oma Toos. Heel hartelijk bedankt voor jouw support.
hele mooie mededeling voor de hele vereniging. Afgelopen week heeft Henk Groen namens Rederij Groen het lopende contract verlengd tot en met 30 juni 2027. Hey!